Ja, tuurlijk. Tony, ja, ik ken hem echt sinds jongs af aan. Ik ben met hem opgegroeid. En ja, dat hij dit moet meemaken, is niet fijn voor hem. Maar ik denk dat we hem als team steunen en dat we sowieso voor hem spelen. En we gaan voor de volle winst. Maar Tony is sowieso een sterke jongen, dus ik denk dat hij er wel goed uitkomt. Ja, natuurlijk heeft het veel impact gehad. En ja, iets wat je altijd niet hoopt dat het gebeurt. We wisten de situatie, hoe die was met Tony zijn moeder. En ja, helaas voor Tony en van heel de familie, Filena, is er gebeurd wat we allemaal niet gehoopt hadden. En dat het impact heeft op de groep, ja, dat lijkt me logisch. Het is een hele hechte groep die veel met elkaar doet, veel met elkaar is op de trainingen, in hotels. Dus ja, die groep is heel hecht. En door zo'n. Dus de impact is groot. Alleen het gevoel wat er heerst binnen de groep om juist nu in een moeilijke periode voor Tony om er te staan met z'n allen is heel groot. En dat gevoel heb ik heel sterk. Ja, ik denk dat het wel iets is wat belangrijk is, het familiegevoel wat we met elkaar hebben. En dat we er voor elkaar zijn. Niet alleen als het goed gaat, in goede tijden, maar ook in mindere tijden. En ja, zo ook op dit moment. En dat gevoel heb ik heel sterk. Niet alleen wij als groep, maar ook gewoon als club en supporters eromheen. En dat geeft. Ja, dat geeft een saamhorigheidsgevoel. Dat merk je heel sterk op dit moment. Nou, het zijn momenten die je niet leert op de cursus. Het zijn momenten waar je als trainer wel je gevoel laat spreken. Ik ben wel een gevoelsmens. En ja, je voelt dat het impact heeft. En je gaat ermee om omdat je. Ja, eigenlijk voor mij staat voorop. Ten eerste is Tony en zijn familie. En ik ben ook afgelopen maandag bij ze langs geweest om ze te ondersteunen. En we zullen dat vrijdag ook als team doen. En waar we kunnen Tony en zijn familie steunen in het moeilijke periode. En dan ga je vooral op je gevoel af. En natuurlijk het draaiboek, het protocol, dat gebeurt allemaal vanuit de club. In samenspraak met mij, met elkaar. En zo hoop je en wil je de week goed doormaken.